Tegen een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist voor doodslag. Hij zou op 12 maart zijn 21-jarige ex-vriendin hebben doodgestoken in haar woning aan de Graafseweg in Nijmegen. Het slachtoffer had 67 steekletsels. Ze had 9 steekwonden ter hoogte van haar hals en romp, waardoor ze ernstig bloedverlies leed en direct overleed. Hij heeft haar compleet afgeslacht, zei de officier van justitie. Donderdagavond werd rond 7 uur gedemonstreerd op treinstation Nijmegen. Demonstranten willen met een zogenaamde sit-in aandacht vragen voor de gebeurtenissen in Palestina. Dagmar Bosma kondigde eerder namens de organisatie aan dat ze met een groep mensen in een stationshal zouden zitten om leuzen te roepen en geluid te maken. Ze willen alle reizigers bewust maken van wat er nu gebeurt in Palestina. Het idee is om de dagelijkse gang van zaken te doorbreken en zo de aandacht te trekken. Ook op enkele andere stations door het land werd zo'n demonstratie gehouden. De NS laat weten geen rol te hebben in de demonstraties en de stations ook geen geschikte plekje voor te vinden. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen kan er voor het eerst niet gestemd worden op station Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten. Volgens een woordvoerder moet er organisatorisch veel worden gedaan voor te weinig stemmers op station Nijmegen. Daarom kan daar volgende week woensdag niet gestemd worden. Voorheen ging het stemlokaal op het station altijd om 5 uur open. Wie nu vroeg zijn of haar stem wil uitbrengen, moet wachten tot 7:30. Dan gaan alle stemlokalen in Nijmegen open. Om de kiezers tegemoet te komen, kan er volgende week wel gestemd worden in Don Roosje, pal naast het station. Aan de andere kant van het station komt de kiezers altijd al in het ROC Nijmegen terecht. Gisteravond vond het Gelders verkiezingsdebat plaats in het Rozet in Arnhem. Dit debat is georganiseerd door een samenwerking tussen Omroep Gelderland, het Arnhemse RTV Connect en andere streekomroepen, zoals RN7. Ook de bibliotheken in de provincie speelden hierin een belangrijke rol. Aanwezig waren per partij de hoogstgeplaatste Gelderlander. Bekende gezichten hierbij waren onder meer Lisa Westerveld namens GroenLinks PvdA en Christiane van der Wal namens de VVD. Alleen de partijen PVV en DENK waren niet aanwezig. Een belangrijk doel van het debat was om de boodschap in begrijpelijke taal over te brengen. Hiervoor was ook een jurylid aanwezig die zelf een verstandelijke beperking heeft. Uiteindelijk bleek dat de Nijmeegse Westerveld hier het beste in slaagde. Op zondag 26 november organiseert NIC een cadeau-inzamelactie voor Stichting Sint voor Iedereen. De stichting zorgt ervoor dat kinderen die leven in armoede ook een pakje krijgen van Sinterklaas. De club roept fans op om op de 26e voor deze kinderen een cadeau mee te nemen naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.